De anekdote die ik wel eens heb gehoord is, mensen denken vaak dat informatici mensen zijn die in een hokje zet met een computer en dan gooi je pizza's en cola in en dan komt de code uit, maar dat is helemaal niet zo. Je moet puzzelen leuk vinden, dus je moet het leuk vinden om met echt problemen bezig te zijn die een beetje ja, beta-achtig, puzzelachtig zijn. Dat is een belangrijk aspect. Ten tweede, voor het later in je werk is het ook belangrijk dat je het leuk vindt om samen met andere dingen te doen. Je merkt dat steeds meer. Als student maak je nog kleine dingen zelf, maar ook al als je student bent, dan ga je al in groepen samenwerken. En dan is het, de lol is echt het samen dingen maken. En iets maken wat werkt. Dat is natuurlijk ontzettend leuk, dat je een app maakt bijvoorbeeld, in het eerste jaar al. Nou, dat heb je iets wat gewoon werkt en wat je gewoon aan je vrienden kunt laten zien. Dus het puzzelen en ook wel de drive om met nieuwe technologie iets te maken. Ja, ik vind het ook leuk omdat informatica dat combineert dingen uit de praktijk. Dus dingen waar je echt met mensen moet praten over hoe zij een systeem met elkaar willen hebben. Maar aan de andere kant moet je ook veel wiskunde kennen. En dat vind ik leuk, dat je beide dingen uit de praktijk hebt, maar ook hele technische dingen eigenlijk. En verder zit er dan een antenne omheen gedraaid die de communicatie verzorgt. Je zet geen batterijtje in. Zo'n chip krijgt zijn stroom van de antenne, van de elektromagnetische straling. Uit deze informatie is een cryptografisch sleutelpaar te genereren, waarmee je vervolgens je kunt authenticeren tegenover deze chip. De OV-chipkaart, de beveiliging van die OV-chipkaart was niet goed. Er zat dus een chip in de OV-chipkaart en die hebben ze dus gekraakt bij de Radboud Universiteit. En dat was dus wel een teken voor die mensen die de OV-chipkaart maken, dat ze daar een betere chip in moesten zetten. Je ziet ook heel veel dingen daarvan weer terugkomen in het nieuws en iedereen heeft er wel iets van gehoord. En dan kan jij zeggen van ja, maar ik weet hoe het precies zit, want ik volg daar gewoon een vak in op de universiteit. Er zijn ook vakken waarbij je inderdaad leert om met klanten om te gaan. Want als jij een database van een systeem maakt voor een klant, nou, als je die klant de database laat zien hoe het geprogrammeerd is, dan begrijpt hij er helemaal niks van. Dus je moet ook zeker een manier hebben om met de klant te kunnen communiceren van goh, ik heb dit zo gedaan en dit zo aan elkaar gesteld. Zodat de klant ook nog kan zeggen, maar dit wil ik helemaal niet. Ik wil niet dat dit zo in elkaar zit, het moet anders in elkaar zitten. Dat is de uitdaging om het informatieproces wat die klant heeft, om daar iets moois voor te maken. Nou, in heel veel bedrijven hebben ze informatici nodig. Niet alleen om te programmeren, maar ook om de manier van denken die je leert bij de studie. Want je leert op een logische, gestructureerde manier nadenken. Iedereen die het leuk vindt om wiskunde te doen, maar het ook leuk vindt om met dingen in de praktijk te werken, het leuk vindt om over dingen na te denken, hoe dingen nou echt in elkaar zitten. En ook geïnteresseerd zijn in computers, in dingen anders dan Facebook en e-mail. Kan ik informatica eigenlijk wel aanraden.